is je boy Excellent. Dan zijn we bij Pornhub Battles Next Gen met weer een interessante match voor jullie. Publiek is nog steeds de most live publiek van heel battle rap Nederland, zoals je kan horen. Yes sir, Breezy was good. Miss Lubrano, volg ons op social media en abonneer op ons kanaal. Yes sir, rapper aan mijn rechterkant, stel je dat voor man. Yo, what up? Het is Symmetric. Hey, even een applaus voor Pornhub Battles. Echt respect dat ze dit evenement een maand hebben uitgesteld, zodat hij nog een maand lang in de league zit. Rapper aan mijn linkerkant, stel je dat voor man. Ja, ik hoop dat ik tegen een voetballer zou battelen, maar dat gebeurt vandaag niet. Voetballer. What up? Alright. Jullie hebben off-cam besloten wie gaat beginnen. Eerste ronde aan de man aan mijn linkerkant, nadat jullie een beetje lawaai hebben gemaakt voor hem man. Let's go. Come on man. Turn up man, turn okay, up. Dan. Let's go. Hey yo, shout-out naar POB. Hi back. Hey yo, shout-out naar POB, om deze match alsnog te aanvaarden. Ik zou bijna niet meer in POB zitten, want voor deze league ben ik niet meer van waarde. Maar MC's als Siem tegenwoordig bitchen te veel en hebben veel eigenwaarde. Dus bewaarde ik alle woede en haat totaal vandaag om deze zogenaamde veteraan in zijn waarde te laten dalen en om dit event koud te maken. Want nameflips als Appie Heijnen, Apollo 13 zijn verleden tijd. Hij gaat zeggen dat ik een zout- en pepervaartje ben en meer van dat soort scheid. Al die nameflips zijn fucked up en dat is een feit. Als ik Siem met tricks weet uit te schakelen, pak ik de trucendoos op tijd. Jouw stiltes naar bars zijn meer awkward dan een choke van Taser die online verschijnt. En jouw bars zijn slechter dan die van mij. En dat terwijl ik in het Engels schrijf en niemand daar geen ene zak van begrijpt. En je zegt wel dat mensen slapen op je bars en dat vind ik best wel kut, maat. Maar dat is alleen een excuus voor MC's waarbij de winststreak er niet op vooruit gaat. Kijk, jouw zus is de fucking toiletrol van Schaik. Iedereen veegt zijn lul eraan af. Zij krijgt op zaterdag... Yo. Zij krijgt op zaterdag zoveel drank en drugs in haar maag. Je zou denken dat ze iets met Bill Cosby had. Kijk, ik heb maar één shot nodig om deze grijze gans neer te halen. Dus beter dat je opbokt. Er is stof tot nadenken voor jou. Want de Russian standard haal je niet als je bij een dropshot. Plus je brengt gunbars als een terrorist. Terwijl er in deze battle geen terror is. Je krijgt een error kid. Nu zei ik terror shit als ik de terror mis als een terrorist. Geen ammo niks, dus breng ook niks. Want je bent ook niks meer dan wacky shit. En je arsenale Call of Duty opnoemen maakt je ook niks meer dan een camper kid. What up? En jouw laatste track was echt niks. Je hebt geen swagger, je bent een nitwit. Met jouw bitch kijk ik Netflix terwijl ze chillt en naar mijn pik zit. Zie dat je hier niet op je plek zit. Je denkt ik heb dit, maar je hebt niks. Je moet eerst deze Patricia paaien voor je in de back pist. Dus alleen als ik moeders verkracht of zussen beledig, dan ben ik goed. Wat is dat nou weer voor troep? Dat is gebrek aan inspiratie. Ik heb lines genoeg. Dus was ik bij POB een tegenvaller en waren mijn battles troep, neem ik daar vandaag een bittere revanche op deze zure gast. Want wraak is zoet. Maar goed, spit maar iets over mijn vader. Hè? Spit maar dat hij me sloeg en het leven zuur maakte. Shit. Spit maar iets over mijn moeder. Dat ze werd behandeld en verkracht werd als een zwijn. Zojuist heb ik twee rondes van je ontkracht. Dus kijk hoe origineel je bars zijn. Time. Oké. Let's go. Mensen, aangenaam. Zijn naam is Sander van Kleef. Gast, wat een gay. Hij had chance op de play bij de mannen-wc. Hij zat vast met zijn neef en hij kwam op zijn face. Wat een ranzig idee. Nu weet iedereen waar Sander van kleeft. In je auditie tegen Aholo ging je door omdat er een Engelstalige MC's echt behoefte was. Toen Demo je vroeg waarom niet in het Nederlands, zei ik ben het dat echt kut, dus daaraan heb ik geen behoefte gehad. Ja, toch moest je switchen naar NL omdat het Engels al troep was. En toen je battle tegen Henk. Man, wat een toestand. Want jij ging van low-tier naar low-tier. Jij ging van een 5,4 naar een 4,3. Dus toen werd je uit de league gezet. En dat als beste rechtgast. Maar je mocht eenmalig terugkeren omdat je tot nu toe nog niet gebodybagged was. Want echt zei je in je judgment, we hebben niks meer aan potentie. Als jij jokes of bars spit, dan wil ik de crowd content zien. Dat je één dope line spit is geen vorm van consistentie, dus je hebt geen potentie. Als je niet hard meer kan worden, is dat een vorm van impotentie. Jij hebt niet verloren van Henk, maar ook niet gewonnen van Henk. Je lines bestonden uit meer losse flodders dan dat je in Zonnedaal hebt. Rijmen kun jij echt niet, dat blijkt in elke 16. Je weigert consistentie en verwijt het aan je techniek. Dus blijf weg, want ik ben ziek, zorg voor pijnlijke depressies. Ook reizen kun jij echt niet. Apollo 13 is het bewijs dat jij je crasht, vriend. Zeg ik toch. Get fuck out here, man. Was hem? Time. Tweede ronde, Apollo, let's go, man. Oké. Hey, Siemir is echt een rijmer. Dus lyricalen zijn kast nou.
Waarom zijn je barsten allemaal zo afgezaagd en een brokken tot af als brandhout? Kijk, zie je het allemaal zone als je woorden schat? Ik kom het afkappen gauw je bitje wat splinters in de bek, omdat ik weet dat ze verhard houdt. Kijk, jij zegt dat je een G bent, terwijl de A-klassering jou niet past. Jij bent geen plan B voor mij, want ik zie alleen een bange gast. Jij date alleen met chicks tijdens etenstijd. Je biologische klok is aan lak. Het is de hoogste tijd om even de spanning terug te brengen. Dus reken maar dat ik deze G shock. Kijk, Siem, je maakt wel tracks, gozer, en wil ik best geloven. Maar wanneer had je dan ooit het plan om met iets doops te komen? Nou ja, eigenlijk in principe maakt het niet uit wat jij dropt, want bij het luisteren van jouw nummers zet ik liever een plaat van Reems erop. Maar goed. Kut. I got it. Kijk, mensen vragen naar mij, kom eens met bars, verzin eens wat wilders. Je kan niet teamen met Siem, want hij is een killer. Dus vooral die trutten die bars willen horen, wees toch wat zilder. Want als ik die Siem brand in het binnenhof, hoor je hem in de Tweede Kamer gillen. Ik zei, Rutte... Wilders, Thieme, Rutte, Siebrand, bars on fire en Sterpentine. Maar ja, die shit gaat waarschijnlijk overhoofd. Dat is al verdrag van Oekraïne. Dus. Hoeveel heb ik nog? 10 seconden. 10 seconden, oké. Okay, ja, fuck it dan maar. Time. Symmetric, let's go. Dat is geen choke, man. Yo, ik geef echt geen fuck, yo. Als je denkt dat hij fly is, kijk je het verkeerde filmpje over Apollo. Jij bent niet fly, net als Buzz Lightyear. Met zo'n houding blijf je altijd skip. Net als Buzz Aldrin blijf je voor altijd tweede, ook tegen iemand die van een farm komt. Dus kneel voor me. Punch it so hard, voor jou is deze arm strong. Wel ironisch, even mensen quiet please. Wel ironisch dat je Apollo heet, maar dat je lines niet landen. Maar Apollo was ook een god. Apollo was een Romeinse god die oorspronkelijk Grieks was. Dus je drinkt Mythos in Pisa en doet Gyros op je pizza. Net als Giant ben je dus met je identiteit in crisis. Papa, laat me piemel los, ik wil verkracht worden door priesters. Dus je wilt het liefste niet Grieks zijn, maar een Romeinse god, dat zal je niet zijn. Want het volk dat jij wil heersen, kan je missen net als kiespijn. Ja. Yo, weet je wat er nog meer ruimt op Sander van Kleef? Je moeder is scheef. Er hebben meer mannen in jouw gezin. Ja, fuck jou. Wat ruimt er meer op Sander van Kleef? Er hebben meer mannen op jou gereden dan op de Champs-Élysées. Normale chicks die paal jij niet, maximaal een travestiet. Je hebt er ooit eentje genaaid waar je vanaf Zimbabwe al haar schama ziet. Echt fucking ziek. En de geur is niet eens te neutraliseren, mijn liters zakten ziet. Yo, je vroeg ooit een chick om een date, waarna zie je net als die lach meneer of wees. Nou, fuck jou, je bent echt kankerwerk en hopelijk doet dat je zeer. Maar iedereen wil je weg hebben, net als die lach meneer. Time. Alright. Ja hoor, daar gaan we weer. Let's go. Yo. Ik slice symmetrisch alsof hij in de spiegel kijkt je. Symmetrie is ver te zoeken. De ongelijkheid van je face is een feit. Als ik symmetrisch keer ik dat ik last van mijn darmen krijg, maar ik krijg wel louter applaus van het publiek. Als ik op asymmetrische wijze symmetric met symmetrie in een schema schrijf. En Siem zit op basketbal. Dus logisch dat ik daarover een scheme heb. Want mijn lay-ups gaan via de backdoor en zo doorbreek ik Siem's defense. Ik maak een fake pass en score die 3 punten als Stephen Curry in de ring. En na de game double-teamen mijn Cavaliers chick. Noem ons de Sacramento Kings. Even Siem, hoe is het met je moederia? Is het nog even nuchter als altijd? Of is het normaal dat je op vrij jonge leeftijd al een drankprobleem krijgt? Kijk, weet je, ik ga niks over je moeder zeggen. Maar dat zou niet mijn stijl zijn. Psych! Ik hoop dat je moeder ecstasy in de drank krijgt, met de noorderzon verdwijnt en ergens bij Hilversum wordt geschept door het trein. Kijk, je hebt een auto-ongeluk overleefd, waar je fucking veel geluk mee had. Besef wel dat het heel anders had kunnen lopen als dat engeltje niet op je schouder zat. Ga dan niet claimen dat je een luxere auto kan kopen van je verzekeringpik. In plaats daarvan verzeker ik ervoor dat in jouw carrière geen leven meer zit. En iedere zaterdag geef je lever een trauma. Geen wonder dat het dan eens mis kon gaan. En besef dan dus heel goed dat als het heel anders had gelopen, jij hier niet eens had gestaan. Fuck ADR, man. Zie, jij bent de... standaard, jij bastaard. Beter weet je dat je geen kans maakt. Je bent zwak maat, even zwak begaafd. Neem de trein terug voor je dagkaart. Dat ik kans maak en ik chance daar met je chickens, wat het dus lekker maakt. Dus duw ik mijn naald in haar groef. Dangers swing als brainpower op haar dansplaat. Tijn. Ja. Yo, jij staat te praten shit over een ongeluk. Gast, shit is niet eens gebeurd. Jij hebt het eigen ongeluk hier. Maar even serieus. Yo. Als ik naar jouw hoofd kijk, als ik lines over jouw hoofd schrijf, krijg ik hoofdpijn.
terwijl het helemaal niet moeilijk te concluderen is dat hij op een Mogol lijkt. Wat is dat voor een puist? Zou dat een extra chromosoom zijn? Of is het zo dat Frank Sinatra voor hem Ghost rijdt? Yo, de rest van ronde 3 heb ik voor zijn moeder bewaard. Dan wordt die bitch vaker afgezeken dan Patricia Pai. Jammer dat hij al 3 keer gebruikt in de freestyle. Yo, je moeder heet Olga. Wat een degelijk wijf. Ik deed daar een keertje nog 5 en toen werd mijn penis pas stijf. Zij is makkelijk te dichten als een tie-rip. Moet ze kiezen tussen zwart en witte pik, denk ik dat ze allebei wipt. Sinds jouw geboorte zit daar kutscheef, want jouw geboorte was een kutscheet. Haar tieten zijn klein als de gevolgen van een mugbeet, maar toch blijft zaad vaak op haar plakken, net als duct tape. Ze vroeg me symmetric, doe me heftig, dus ik dacht, doe maar. Dus ik heb haar kut uitgescheurd, net als voetbalshirt van Puma. Ja, je weet als symbosis krijg je een overdosis kogels lyrics in je gezicht. Haar grote onderbroek is de poort tot haar lip en niet die van haar gezicht. Ze is een gekkere poses genomen dan Giroud's Scorpion Kick. Ze koopt haar speeltjes bij de fopwinkel van de tweeling Weezy. Dus net als deze battle is haar pussy best wel easy. Haar kutje die ligt op, net als Ajay zijn kop bij opsporing verzocht. Nou, fuck Ajay. Hij had me tood over Pesci en jouw moeder is een keeper, maar toch zie ik haar Chesney. Time. 2 lines. Yo, haar naam is Olga omdat echt alles in de hol gaat. Dus haar kut die is gratis, maar ik vraag me af wat de hol nou kost. Er zijn meer zaadcellen in die bitch gestorven dan joden tijdens de holocaust. Geef het op voor deze battle, mensen. Ga naar pornshotbattles.nl, stem op wie jij het minst slecht vond of zo. Linksboven, info, rechtsonder, abonneren.